mensen van YouTubers en welkom weer in ja, een heel moeilijke naam, ik kan het maar niet uitspreken. Maar we gaan hier verder met de tweede aflevering en de volgende attractie. Ah, deze marcheert met mijn minecarker. We hebben het is weer een dark ride. Dus is... Voilà, daar gaat hem eens ding. Zal dit met de mijnen te maken hebben? Limestone caves. Allemaal visjes die springen. Oh ja, ik zie erin. Ah, we zitten in een heksenhuis. Amai mensen, zo'n kermis in Hasselt, het ziet er echt vet uit. Ja, het is Hasselt, dat is de grootste kermis van België. Joh. Maar die staan, waarom gaan we daar niet heen, jong? Man, zo'n kermis is echt om je blauw te betalen, hè. Well, ik wil de beste rides treffen. Ja, we gaan even voor een paar rides helemaal naar Hasselt, hè. Zo ver is dat niet, hè. Toch ver genoeg. Als we geen auto hebben. Just. Oké, zo te zien zijn we aan het einde gekomen. Mensen, al een kleine mededeling in november. Ja, hier hebben we zo'n Kids Play World. In november opent een nieuw gebied. Ja, zwijg jongen, dat is niet ter sprake. Oké, welkom in... Waar zijn we? Ook weer nog te pakken, jongen. Grand opening. Of zoiets. En help je next right hier, hè? In World of Whispers. Blurred Blaster. Oh, een shot and drop. Ik denk dat dit een goed product is, jongen, wel een lage. Ja. Shot and drop zijn sowieso niet hoog. Het ziet er echt uit als zo'n heus shot and drop. Met werkende builders, Danny van de buurt. Tot nu toe doet het me echt aan Bellewaarde, denk ik, het park. Nou, nee, eerder dan Walibi Holland. Nee, niet Walibi Holland. Wat weer zeker. Deze lijkt op Screaming Eagle. Screaming Gillis, ja. Allee, die is wel heel laag, deze. Dat vind ik jammer eigenlijk, Jens. The word was Fantasialand. Waar gaat dit? Ook even een klein shot en dropje. Waar is er, Danny? Ah, ik zie daar precies een schommelboot. Die werkt. Of is het een frisbee? Een van de twee. Ah, een frisbee, het is een frisbee. Oké, we gaan naar daar. Wat is dit? Winged Whopper. Is het een wingcoaster? Ah ja, ik heb er al zwerf nagedaan. Het is dan trouwens wel jammer om te vernemen. Dan zit ik er zelf een beetje met te lachen. Ah nee, het is een hangendag gewoon. Ah nee, het is een flying coaster. Goed, waar zit jij? Liever niet te zagen. Zwijg toch, jong. Want deze wordt niet gelanceerd. Oh, daarnaast ook nog een dikke achtbaan, Daniel. Oh ja, een schoon standbeeld van een monster of zo, een krokodil. Je gaat nu wel terug naar PSB. Ja, ik zit erin. Daar. Zie ik daar? Is dat een kabelbaan of zo? Ik heb een flying coaster. Dat is een flying coaster. Ik zie hier een stoeltjeslift of zo. Of is dat vertigo? Moet ik vragen dat ze nu naar u tippen, ja? Maar ik zit in een attractie nu. Ah, oh my man, ze zitten in een attractie zonder mij. Ja, jij bent zonder mij vertrokken. Ik heb een idee. Ik zit in de flying coaster snoem. Ah, waar ik ook in zit. Oh, echt waar, het moet nu pas door. Ja, oké. Okay. Het is wel een lange coaster, Danny. Nice banen. Ik
wil fly nog altijd doen. Maar het zal wel gebeuren, is een fantasieland. Oké, mensen, we zijn er terug. Deze van de buurt is 4 R. Tom en Quick, Jonas van de Quick. De Vibra. Oké, zo nog terug aan het einde. Jens, waar is het, Danny? Zij maken de zoekmodellen op dezelfde manier als wij. Meestal. Nee. Jawel. Dus. Dat is anders, dat zie je toch. Toch niet. Dat is bewerkt die super hard. Hier bewegen die ook zo. Hij is een parachute. Ja. En hier of je. La. Als Scavenger het niet bouwt, dan bouwen ze het wel. Maar wat zo'n kleine zaken? Zo is dus niet groot, nu. Parachute. Ja, hoe hard die worden? Van de Quick. Van de Quick. Deze kennen we van Walt Disney Studios. Bobby Allen heeft zoiets gehad. Een soort freefall, maar het is niet extreem ofzo. Je kunt er maar baby's in. Die tour guide die online zit, heb ik op de server al gezet. Die excellent gamer en. Ja, maar wel een kanker zo. Is dit wat normaal defensiefs hebben? Ja. Oké, dan wou ik niet. Ja. Ook een carousel te doen. Carousel ik defensie wel nice. En dan doe ik het. Het is niet zo heel pijpen. Stop maar neuken. Al die kutgeluiden die je altijd maakt. Ik het. Mensen, jammer dat Jens zo'n slit is verdwenen. Loser. Ik ga dat niet nog eens herhalen. Loser. Labonner. Ja, gegaan. Zet je wel op de next ride en de laatste voor deze video. Alweer. Dit eerst, Jens. Dit is de Great Grizzly Rampage. Is toch dit is echt wel een product van... Niks van. Van, wat was het nu weer? Dingen. Wat is het nou weer? Oh, wat hebben we hier? Jong. Oh, man. Weer alleen, hè, jong. Wat een rare kar. Zeker iets. Dat zie je eruit als een dikke lul. Als een dikke lul. Big word of wisdom. Wat vind je ervan, mensen? Like en abonneer. Er is geen reden voor om uw vorm te geven. Of is het nog niet de laatste? Wat de fuck, hier vliegt iets rond. Een bij ofzo. Ik heb wel een giller. Dat ging maar niet voor ijzer, hoe is dat? Een bijver. Ah, we gaan de... Hoeveel rijden hebben we al gedaan in deze video, Daniel? Daar is hem, ik zie je, Daniel! Hier is nog een mijn pijlenboog, snoep. Wat is er? Wat is er grappig? Jongen, die bekoelt ons met een kruisboog. Dan hebben we weer genoeg aan met deze video. En de volgende video duurt is een ride met 8 minuten. Waar we mee gaan beginnen. Maar toen werd ik steeds hezer en dat ging maar niet voorbij. Maar ga doen niks genoeg, maar ga doen geen zak. Jensje, stout gedrag van hem. Hij doet een hele dag wat er nu aan het doen is. Ik zou wel zwijgen van de beurt. Oh, de man is in de mestlingen. Danieltje, jammer! Oké, dan was dit de tweede video. Dus like en abonneer en tot de volgende video hier.
op deze server. Hier in KW4world. Ciao. Inderdaad, ciao. Laters.